Goedenavond. We gaan eerst naar de uitspraak in het MH17-proces. Want de rechtbank heeft 3 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld en 1 verdachte vrijgesproken. Ik praat erover door met advocaat Dick Alblas. Meneer Alblas, welkom in de uitzending. Wat zijn de belangrijkste conclusies in de uitspraak van de rechtbank? Ja, de belangrijkste conclusies, goedemiddag overigens. De belangrijkste conclusies zijn dat inderdaad de verdachten Kierking, Lubinski en Katsenko schuldig worden bevonden aan medeplegen van 2 strafbare feiten. Dat is het opzettelijk en wederrechtelijk doen verongelukken van het luchtvaarttuig. Hmm. Door daar een Buck Taylor raket op af te vuren. Ja. En 2 ook dat ze schuldig worden bevonden aan moord op 289 inzittenden van de vlucht MH17. Ja. Voor de verdachte Pulatov. Die is vrijgesproken omdat hem weliswaar betrokkenheid bij de Buck Taylor transport kan worden aangerekend. Maar dat hij geen beschikkingsmacht heeft, zoals de rechter zegt, of geen beschikkingsmacht heeft gehad over het daadwerkelijk afvuren. Want die opdracht tot het vervoeren en inzetten van die Buck Taylor was al aan verdachte Katsenko gegeven. Dus daarom is Pulatov vrijgesproken vanmiddag. Ja. U heeft het proces en de uitspraak vandaag heeft u gevolgd met belangstelling. Was u verbaasd over deze uitspraak van de rechter? Nee, ik was niet verbaasd. Waar nog wel een discussie over geweest is, en dat is vorig jaar ook uitgebreid in het nieuws geweest, is of Nederland überhaupt wel rechtsmacht had om deze verdachte te vervolgen. Ja. En daar is de rechter ook uitvoerig op ingegaan. En daar zit ook nog wel een punt waarvan ik denk dat het Openbaar Ministerie nog wel in hoger beroep zal gaan. Ja. Of althans het Openbaar Ministerie. Maar ik bedoel, de verdediging als het gaat om in hoeverre Nederland rechtsmacht had. Want het gaat dan met name om of kijk, de rechter zegt Rusland, hè, de Russische Federatie had overal controle over de inzet van die Russische separatisten in Donetsk. Maar zegt vervolgens om te vervolgen dat die overal controle niet leidde tot het feit dat die de Russische separatisten onderdeel uitmaakten van de krijgsmacht van de Russische Federatie. Ja, dat maakt het wel ingewikkelder. En dat maakt het inderdaad ingewikkeld. Dus ik denk dat daar nog wel gekeken zal worden in hoeverre dat nog aanleiding zou zijn om toch in hoger beroep te gaan. Overigens frappant. De 3 nu veroordeelde verdachten zijn niet ter terechtvinding verschenen en hebben zich ook niet laten verdedigen. Nee, die verdachten zijn niet aanwezig geweest. Hoe groot is eigenlijk de kans dat zij ook echt daadwerkelijk gestraft zullen worden en dat de straf die hun op is gelegd ook uitgevoerd zal worden? Ja, ik acht dat hoogst onwaarschijnlijk, tenzij uiteraard natuurlijk er zal ongetwijfeld een internationaal opsporingsbevel en dat is er al naar betrokkenen. Maar ja, u heeft onlangs nog kunnen vernemen in de media dat ten aanzien van de verdachte Kierking, of althans nu de veroordeelde Kierking, een beloning is uitgeloofd van $100.000 door de Oekraïnse regering op het vinden en gevangen krijgen van hem. De anderen die bevinden zich in het, wat we begrepen hebben, in het zuiden van de Russische Federatie. Maar ja, zoals bekend, Rusland levert haar eigen onderdanen absoluut niet uit aan Nederland. Dus nee. Dat zal buitengewoon lastig zijn. Ja. Tenzij ze dit natuurlijk buiten de Russische grens gaan begeven. Ja, als het gaat over de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp, die hebben 8 jaar en 4 maanden moeten wachten op een uitspraak. Hoe is het voor hen nu om hierover eindelijk duidelijkheid te hebben? Ja, ik denk dat de uitspraak vandaag voor hen een geweldig moment is om eindelijk ook recht te krijgen waar ze op hadden gehoopt. Hè. De levenslange gevangenisstraffen kan dat leed natuurlijk wat hen is aangedaan nooit verzachten. Zo heeft de rechter dat ook uitgesproken. Maar ik denk wel dat met die gevangenisstraf, en dan spreek ik de rechter waarna ook wel enigszins het leed verzacht kan worden. Mm-hmm. Dat er toch sprake is van een soort afsluiting. Exact. Mm-hmm. Ja, het afsluiten doe je dat kennelijk nooit. Hè. Dat is ook in het
dat wat ik hoorde van de rechter het heeft ongelooflijk veel impact ook gehad op de rechtbank. Maar ik denk op iedereen, hè, als je de aangrijpende verhalen van de nabestaanden hoort. Ja. En dan kan geld, de vergoeding die nu is toegewezen van 16 miljoen euro als smartengeld, kan dat leed natuurlijk niet wegnemen. Maar de uitspraak, met name de uitgesproken gevangenisstraf, levenslange gevangenisstraf, zal daar wel een bijdrage aan kunnen leveren om dit een plek te kunnen geven. Ja, dank voor uw toelichting, Dick Alblas.